Zaterdag is het 4 mei, Nationale Dodenherdenking. De herdenking kwam vorig jaar sterk onder druk te staan door een actiegroep genaamd Geen 4 mei voor mij. De actiegroep suggereerde dat er oneerlijkheid is in het herdenken van bepaalde slachtoffers. Hoe denken de Arnhemmers hierover? Hoe kijkt u tegen die herdenking, hè? Handhaven. Ja. 100%. Al is het ook 50 jaar geleden wat ze hier in Arnhem gepresteerd hebben, de jongens, de Polen, Canadezen, Amerikanen. Dat is bij geen pen te beschrijven. Ik herdenk wel altijd. Ja. Het is altijd mijn verjaardag, het is altijd een dubbel feestje. Het is een beetje raar geweest, ook in het verleden. Nu niet meer. Ja. Nu niet meer. Maar vroeger als kind was dat. Dus dat draag je eigenlijk altijd wel met je mee. En waarom is dat zo belangrijk dat dat behouden blijft? Wat zou je daarvoor zeggen voor de jongere generatie? Je moet er over nadenken. Over wat er toen gebeurd is. Ik merk aan mijn stem dat ik er emotioneel van word. En dat moet de jeugd moet dat meekrijgen. Dat hoort bij de opvoeding. Nee. U bent niet 2 minuten. Nee, ik heb geen tijd in. Ja, nee, ik doe niet. Ik vind het wel heel normaal dat daar bij stilgestaan wordt. Ik doe het wel. Dus u bent altijd 2 minuten stil? Ja. Ja. Nou was er vorig jaar ook een actiegroep, hè? Geen 4 mei voor mij. En die voelde zich oneerlijk behandeld en die wilde daarom allerlei lawaai-protesten gaan inzetten. Ik vind dat moet niet kunnen. Nee, respect. Ook voor de doden moeten er zijn. Ja. Ik vind die herdenking eigenlijk een beetje onzin. Omdat heel veel mensen anoniem zijn gestorven voor de vrijheid. Ja. En dat wordt nooit herdacht, zeg maar. Dus vorig jaar was er een actiegroep, hè? Geen 4 mei voor mij. Die voelde zich achtergesteld. Ik vind, dan krijg je weer van de Zwarte Pieten materie en dat soort zaken. Maar laten we gewoon doen, dan doen we nog gek genoeg. Ja, ik kan op het ogenblik niet uit de voeten. Ik kan niet weg. Normaal gesproken kijk ik naar de markt. Ja. Daar, of naar de dodenherdenking. Maar dat gaat nou niet door. Wat vindt u ervan? Vorig jaar waren er een actiegroepering. Hè? Geen 4 mei voor mij. Die voelde zich achtergesteld. Omdat bepaalde slachtoffers niet goed genoeg herdacht worden. En die wilden lawaai gaan maken onder andere tijdens de stilte. Wat vindt u daarvan? Nog zeker geen actie voor op 4 mei. Uit respect voor de doden. Nee, zeker niet. Je hebt nog 364 andere dagen om actie te voeren. Dit is wel interessant, want hoe oud ben jij? 13. Wat vind jij daarvan, van die 2 minuten stil? Nou, ik vind dat het best wel belangrijk is. Vooral omdat het ook weer... Het komt ook weer... Het gebeurt ieder jaar. Dus dan gebeurt... Ja, dan ieder kind die doet het dan ook weer. En dan leren ze ook weer een beetje van... ja. Wat het inhoudt en wat er dan eenmaal gebeurd is. En dan gaan ze er ook bij stilstaan van wat er allemaal is gebeurd. En dat is best wel heftig.